Apache All Suriname heeft het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, enkele verpleegkundige pakketten en een rolstoelbus geschonken. Claudia Redan Marika, algemeen directeur van het AZP, zei dat deze geste zeker positief zal zijn voor een betere gezondheidszorg. Redan gaf verder aan dat het AZP in een transformatieproces zit naar het Academisch Medisch Centrum, waarbij het verder verzelfstandigen van het ziekenhuis een belangrijk speerpunt is. Vanwege de grote verantwoordelijkheid die wij hebben op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en research, zijn we in een versneld tempo bezig belangrijke projecten uit te voeren en te initiëren ten einde zorg naar de samenleving te verbeteren. Alleen kunnen wij dat niet. Vandaar dat wij ook actief de private sector opzoeken. En vandaag zijn we hier. We zijn verheugd, ik heb het al gezegd, ik moet het nog een keer zeggen. Omdat Apache All ter waarde van $163.000, omgerekend meer dan 1,2 miljoen Surinaamse dollar, gedoneerd heeft aan dit ziekenhuis. En u heeft het net al gehoord en ik ga het even herhalen. We gaan vandaag in ontvangst nemen een rolstoelbus ter waarde van $70.000. Instrumentarium ter waarde van ruim $40.000. Speciale nursing packages. Je moet begrijpen dat de nursing geeft met ook, wanneer ze aan het bed bezig zijn, ook geeft met speciale zaken nodig hebben, zoals schaartjes, de pinzetten, en ga zo maar door. Ook voor hun hebben we geeft met speciale setjes in elkaar gezet. Met de complimenten van Apache Oil. Aisha Bradley, vertegenwoordiger van Apache Oil Suriname, zegt dat ze een olie-exploratiebedrijf zijn dat een productiecontract heeft van Staatsolie NV. Bradley benadrukt dat het bedrijf sinds 2013 in Suriname is en dat ze blij zijn dat ze terug kunnen geven aan de samenleving waar ze deel van uitmaken. En daarmee doen we verschillende projecten op het gebied van gezondheidszorg, op het gebied van educatie en op het gebied van capaciteitsversterking. In deze hebben we daarom ook antwoord gegeven op de vraag van AZP om hulp. In 2016 denk ik was het, tijdens een operators forum. Dat is een meeting waarbij alle verschillende oliemaatschappijen bij elkaar komen en we zaken bespreken. Hebben ze toen een presentatie gedaan en aangegeven dat ze hulp nodig hebben voor verschillende projecten. We hebben naar de projecten gekeken en deze toen uitgekozen. We hebben in het verleden samengewerkt met Fernandes om een rolstoelbus te leveren aan de Methielschool. En toen we zagen dat zij dus ook een rolstoelbus nodig hadden, toen dachten we, weet je, het is een goed moment. We zijn al door de procedure gegaan, dus laten we dat doen. Dat was Aisha Bradley, vertegenwoordiger van Apache Oil Suriname. Ze sprak vanmorgen tijdens de overdrachtsceremonie van een aantal spullen aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.